Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1058 gaan we verder met de tweede brief van Petrus. We hebben in de eerste drie versen van hoofdstuk 2 een karakterschets gekregen van de valse leraars. We hebben gezien wat zij zullen doen. Op een slimme manier leugens over God vertellen. Velen zullen hun praktijken navolgen en hun motief om zo te handelen is hebzucht en het zoeken van eigen eer. En wat zal hun einde zijn? Zij zullen geoordeeld worden voor de grote witte troon en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. In de versen 4 tot en met 6 staan drie voorbeelden van Gods oordeel in het verleden. Eerst wordt vermeld dat engelen die gezondigd hadden, door de Here werden geoordeeld. Daarna alle ongehoorzame mensen in de tijd van Noach en tenslotte de ongehoorzame mensen in de steden Sodom en Gomorra. Dat gaan we zo meteen lezen. Petrus geeft deze drie voorbeelden om te laten zien dat het oordeel van God zeker komt. Petrus spreekt over een algemeen oordeel dat allen treft die ongehoorzaam zijn en niet tot inkeer wilden komen. Maar de apostel mag door Gods genade ook wijzen op rechtvaardigen die door de Heer door de oordelen heen verlost zijn. 2 Petrus 2 vers 6 En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Zoals gezegd, Petrus brengt een derde voorbeeld ter sprake. Het oordeel van de heren over Sodom en Gomorra en de redding van Lot. Wat Petrus hier naar voren brengt, komt in grote trekken overeen met hetgeen Judas daarover schrijft. In Judas 1 vers 7, daar staat... Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Tussen de tekst van Judas en Petrus zijn wel een paar verschillen. Zo noemt Judas met algemene woorden de zonde die de inwoners van Sodom en Gomorra deden. Maar daar staat tegenover dat hij de blijvende waarschuwing voor ons niet verder uitwerkt. De slechtheid van de mensen in de steden Sodom en Gomorra kwam voort uit hun slechte hart. En dat is vandaag niet anders. Voor de rechterstoel van Christus zal geen mens zich kunnen verontschuldigen. Dat hij of zij door de omgeving is meegezogen in zonden en slechtheid. De Heer Jezus zegt in Matthäus 15, versen 18 en 19 Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Met zijn woorden over Sodom en Gomorra sluit Petrus opnieuw aan bij de manier waarop de Joden over deze dingen spreken. Als gij zegt dat God Sodom en Gomorra tot as verbrand heeft. In Genesis 19, vers 24, wordt ons verteld dat de Heere vuur en brandende zwavel liet regenen op de twee steden. God veroordeelde Sodom en Gomorra tot de ondergang, en dat oordeel heeft de Heer ook daadwerkelijk voltrokken. Dat deed de Heer ook met de bedoeling dat het een waarschuwend voorbeeld zou zijn voor de mensen uit latere tijden, die zich aan een goddeloos leven zouden overgeven. Dat Petrus daarmee ook een opmerking maakt voor de dwaleraars is duidelijk. Sodom en Gomorrah worden in de Bijbel verschillende keren aangehaald als voorbeelden van het diep ingrijpende oordeel van God. Vanaf het tijdstip van hun ondergang. Was de geschiedenis van Sodom en Gomorra voor altijd door God als voorbeeld gesteld voor alle mensen die niets van Hem willen weten. Een voorbeeld wordt gegeven om ervan te leren. Het is vaak een aansporing of een waarschuwing. Wij zien in de drie voorbeelden van Petrus het ingrijpen van de Heer, maar bij het oordeel over Sodom en Gomorra wordt Gods handelen wel het meest benadrukt. De Heer zelf heeft de steden Sodom en Gomorra vernietigd. Dat heeft hij niet door een vijandelijk leger laten doen. Niet door een zonvloed, maar door vuur en zwavel. De steden zijn totaal in de as gelegd en zullen nooit weer herbouwd worden. Sodom en Gomorra lagen in een gebied dat in de ogen van Lot als het paradijs op aarde was. De mensen hadden een rust en weelde. Ze waren trots omdat ze alles bezaten. Zij konden op hun eigen voorzieningen bouwen. Maar de handel en wandel van de inwoners van Sodom en Gomorra waren losbandig en zedeloos. Hun daden waren in de ogen van de Heer zondig. In Ezekiel 16, versen 49 en 50, lezen we over Sodom en Gomorra het volgende. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zusters Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hen weg, zodra ik het gezien had. We zagen al vaker dat het zondige hart van een mens de bron is van waaruit de zonden voortkomen. En de ene mens heeft misschien minder openlijk gezondigd dan de andere, maar gezondigd hebben ze allemaal. Maar alle mensen die zich niet tot God hebben bekeerd, worden geoordeeld naar hun daden en werken. Niemand kan zijn of haar zonden afschuiven op zijn omgeving of leefmilieu. Sodom en Gomorra worden in de Bijbel aangehaald als voorbeelden van het diep ingrijpende oordeel van God. De Heere had een doel met zijn oordeel over de beide steden. Zij zijn een waarschuwend voorbeeld voor ons mensen. Terug naar 2 Petrus 2, vers 6. We lazen. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand. en tot de vernietiging veroordeeld heeft. en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Wij mensen hebben vaak een andere voorstelling van het woord goddeloos. dan de Bijbel. Bij ons geeft het woord vaak de betekenis van misdadig. of slecht. Maar iemand kan goddeloos leven en in de ogen van de mensen een hoogstaand persoon zijn. Volgens de Bijbel is iemand goddeloos als hij of zij zonder God leeft, geen rekening met hem houdt. Dat is leven zoals je zelf denkt dat het goed is, naar eigen gedachten. In Romeinen 3, versen 23 tot en met 26 staat, Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen, vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed het om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het Geloof in Jezus is. Maar als mensen de genade van de Heer afwijzen, geen rekening met Hem houden en opstandig en ongehoorzaam worden, dan moet de Heere wel ingrijpen. Engelen verlieten hun oorspronkelijke positie en werden ongehoorzaam en opstandig. Mensen werden ontrouw en hingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. Zij werden aan Gods scheppingsorde ongehoorzaam. Daarom moest de Heere hen direct oordelen. De zonvloed was algemener en leeft voort in verhalen onder vele volken. Het oordeel over Sodom en Gomorra is vandaag nog duidelijk zichtbaar op aarde. De steden zijn er niet meer. Aan hen die geen gehoor geven, verkondigt de Heer steeds weer zijn liefde. Ook vandaag nog. Daarna veranderen de uitnodigingen in waarschuwingen en in herinnering brengen van de consequenties en gevolgen van deze afwijzing. Uiteindelijk komt er een tijd dat Gods genade voorbij is en dan zal van alle mensen rekenschap gevraagd worden van alle dingen die zij hebben gedaan of nagelaten. 2 Petrus 2 versen 7 en 8 En als God de rechtvaardige lot... Die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dus ook bij het oordeel over Sodom en Gomorra was er nog sprake van genade van Gods kant. De Heere redde Lot uit Sodom omdat hij aan Gods kant stond. De rechtvaardigheid van Lot bleek volgens Petrus met name daaruit dat hij leed onder de immorele levenswijze van de mensen uit zijn omgeving. Die inwoners van Sodom en Gomorra gedroegen zich als normloze mensen door in losbandigheid te leven. Deze zaken vormen voor Lot een dagelijks terugkerende kwelling. Als we de geschiedenis van Lot in Genesis lezen, dan krijg je die indruk niet. Wij mogen blij zijn met wat Petrus over hem zegt. Anders zouden wij waarschijnlijk heel anders over Lot denken. Als de Heer het niet zo duidelijk had laten opschrijven, zou het moeilijk te geloven zijn, omdat Lot erg verstrengeld was geraakt met Sodom. Lot had aanzien in Sodom, want hij zat in de poort. Dat wil zeggen, hij deed mee met het bestuur van de stad, maar hij predikte met zijn leven. De mensen van Sodom bleven hem zien als een vreemdeling. Wij mogen gerust zeggen dat hij een onaangenaam leven heeft gehad in Sodom, maar hij had de kracht niet om met Sodom te breken. Niet dat hij meedeed met de inwoners van Sodom, want hij werd gekwaald door uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot had ook een grote invloed op zijn gezin, zo zelfs dat zijn dochters ervoor kozen om samen met hun vader uit Sodom te vluchten. Zij kozen niet de kant van hun verloofden, maar van hun vader. In het gezin van Lot werd met God rekening gehouden. Anderzijds was de wereldse gezindheid van Sodom in Lots gezin wel binnengedrongen. Toen hij moest vluchten, was zijn vrouw zo gehecht aan de stad dat zij omkeek en met Sodom ten onder ging. En ook de latere handelingen van de dochters van Lot toonden dat Sodom zijn sporen wel had nagelaten. Maar de Heere zag deze rechtvaardige, die innerlijk vrij wilde blijven van het zondige van Sodom. Lot woonde in Sodom, niet in een tent zoals Abraham, maar in een huis. Blijkbaar wilde Lot in Sodom toch op een bepaalde manier thuis zijn. Misschien dacht hij de wereld van Sodom nog te kunnen verbeteren. Door zijn invloed te gebruiken in het bestuur van de stad, en zat hij daarom bij de stadspoort. Maar het was te vergeefs. Sodom veranderde niet, en Lot kwaalde zijn ziel met de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot leed onder de zedeloosheid van de streek, toch had hij ook zijn verantwoordelijkheid. Hij had zelf gekozen voor de vlakte van de Jordaan, omdat de uiterlijke zegen die hij er zag hem aantrok. Hij vergeleek de Jordaanvlakte zelfs met de Hof van Eden. Maar waar was zijn onderscheidingsvermogen? De Bijbel vertaalt in Genesis 13 dat de inwoners van het gebied erg slecht waren en zondigden tegen de Heer. Zou Lot dat niet hebben geweten toen hij zijn keuze maakte? Hoe kan een vlakte vol van zulke zondaars zijn als de Hof van Eden? Lot heeft dagelijks gevoeld hoe slecht de mensen in zijn omgeving waren en hij wist dat het een gevolg was van zijn eigen keuze. Petrus beschrijft de houding van Lot uitvoerig. Kennelijk wil hij die houding de gelovigen als een voorbeeld voorhouden. In de hoop dat hun afkeer van een dergelijke, immorele levenswandel even groot zal zijn als dat bij Lot het geval was. 2 Petrus 2, vers 9. Dan weet de Heer ook nu de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. Nu trekt Petrus zijn conclusie uit de drie voorbeelden. Die hij in de versen 4 tot en met 8 naar voren heeft gebracht. Aan de ene kant maakt hij duidelijk dat de Heere gelovigen als Noach en Lot uit de verzoekingen kan redden. Maar uit die verzoeking zal de Heer redden, als een gelovige luistert naar en doet wat hij zegt. Aan de andere kant maken dezelfde voorbeelden duidelijk dat de here onrechtvaardigen als de gevallen engelen, de mensen die voor de zondvoet leefden en de inwoners van Sodom en Gomorrah bewaard voor de dag van het oordeel. In Judas 1, vers 6 staat. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis een verzekerde bewaring gesteld. De heren bewaarten de onrechtvaardigen om hen op de dag van het oordeel de straf die zij verdiend hebben te laten ondergaan. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat we in het tweede deel van dit vers tevens een waarschuwing moeten zien van Petrus aan het adres van zijn lezers, om zich niet door die dwaaleraars op sleutouw te laten nemen. De Heer weet welke verzoekingen er afkomen op de mensen die doen wat Hij wil en Hem liefhebben. Het leven van gelovigen vandaag is ook vol beproevingen. Onze levensomstandigheden beproeven onze trouw en toewijding aan God. Daarom kan de Heer verzoekingen toelaten, om ons te testen, zoals bij Noach, Abraham en Lot het geval was. Ook het leven van Noach voor de zondvloed is niet vrij geweest van verzoekingen. Hij was een boodschapper van God, maar niemand heeft zijn woorden en daden geloofd. Hij bouwde in opdracht van de Heere een ark, maar het moet hem veel verdriet hebben gedaan dat de mensen niet wilden komen en niet wilden luisteren. En ook de dagen dat de ark op het water dreef zullen niet gemakkelijk geweest zijn. Maar de Heere redde Noach en zijn gezin uit de verzoeking. En wat is het leven voor Lot geweest? Een kwelling en een verzoeking, waaruit uiteindelijk de Heere hem heeft gered. Maar laten we ook bedenken dat verzoekingen ook een andere kant hebben. Jacobus zegt daarover in het eerste hoofdstuk van zijn brief in de versen 2 en 3. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. En de beloning daarvoor lezen we iets verder in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft. Aan hen die hem lief hebben. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible. En andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebibel@tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.